Kijk, dan heb ik nog geknikkerd. Zijn gisteren naar Bunde gegaan. Van een bekgroep is drie. Eigenlijk ben ik hier dus vooral om aan mijn boek te schrijven. Ik kan het niet meer. Ook al een beetje vakantie te vieren. Ik ben ook opgegroeid in Elslo, naast Bunde, zeg maar. Als jij wolliger wil en formeler wil, gaan we dat doen. We hebben kruisbeste schuimvlij vandaag. Ik moet even iets wolligs schrijven. Ik vraag wel even of Tommy me helpt. Ga jij me daarbij helpen? Die is zelf ook lekker wollig. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Be free. Nog. Lieve kijkbuiskinderen, het is wel al dinsdag. We zijn gisteren naar Bunde gegaan. Daar verblijven we even in een appartementje. Laten we het maar noemen. En achteraf gezien, dat is waar de kleinste, maar eigenlijk wel de beste. Met supermooi uitzicht op een stukje gras en het Bunderbos. Maar we wilden kruisbeste schuimplei hebben. En de lokale bakker moest erbij bestellen. Dus we zijn maar even Maastricht in gedoken. Altijd leuk, toch? Dus, hey jongens. Ik ben ook opgegroeid in Elslo. Naast Bunde, zeg maar. Dus via het Bunderbos kom je in Elslo terecht. Ja, bijzonder. Eigenlijk ben ik hier dus vooral om aan mijn boek te schrijven. Ook al een beetje vakantie te vieren. Dus, eens even kijken hier hoe deze stad erbij staat. 2016 hier voor het laatst geweest. 21 jaar geleden dat ik uit Elslo vertrokken ben. Nou mensen, dit was mijn oude basisschool. Heb ik, op 6 weken na 7 jaar les gehad. Ik geloof dat het in 2016 of zo eigenlijk al is opgehouden te bestaan. Heel bizar om hier weer rond te lopen. Het voelt vooral zo anders en kleiner. Heel erg veel kleiner. Vroeger hadden we hier helemaal niet die bankjes, maar van die boomstammen. En we hadden geen basketbal ding volgens mij, ik moet me niet herinneren. Hier speelde ik denk ik niet zo heel erg. Dit noemden we de bergen.
Dan mochten we dan dus ook niet komen als het geregend had. Want dan zouden we natuurlijk allemaal modder mee naar binnen brengen. We gingen proberen hutten te bouwen. En echt, voor mijn gevoel kon je echt heel diep de berg in. Maar nou ja, bijster veel is het niet hoor, jongens. Knikkert. Knikkergaten zitten er nog in. Ik was er best goed in, dus dat vonden mensen zo leuk. Het was ingang van de bovenbouw. Ik zie daar ook van die mozaïektegeltjes. Kijk jongens, 1996. Zat ik hier dus nog op school. Dan vraag ik me dus af of er eentje van mij tussen zit, maar ik kan me dus niet herinneren per se. Misschien die Red Ribbon dan of zo, echt maar. Ja, en dit muurtje, ik kan me nog heel goed van herinneren op mijn juf van groep 1 en 2 hier dan wel stond te roken als ze pleindienst had of zo, weet ik veel hoe ze dat noemden. Kon toen nog, jongens. Hier, in dit hoekje zat ik dan wel eens. Gewoon maar te zitten en te wachten tot de pauze voorbij was. En dan weer naar binnen mochten. Dat is eigenlijk de ingang van de onderbouw van groepen 1 en 2. En 3 dus ook. Ik weet eigenlijk niet hoe dat bij groep 4 en 5 zat. Hierachter stonden dan alle spullen, weet je, van die wagens. Om in te mogen rijden en alle speeltoestellen en zo. Hier bij dit hek kan ik me nog heel goed herinneren dat we daar dan moesten wachten om naar een grotere gymzaal te lopen. Omdat er tegen me gezegd werd dat ik mascara op zou hebben. Want ik heb niet geloofd dat mijn wimpers gewoon van mezelf waren. En kijk. Hier nog meer mozaïektegeltjes. Allemaal meer versleten. Dat deze dus in 1998 zijn gemaakt. En deze jongens, die is echt pas ingelegd nadat ik weg was. Het is natuurlijk voor tegen geweld, maar ook met het idee tegen pesten. Nou, daar waren ze niet zo heel goed in.
even lekker croissantjes uit de vriezer gehaald hier. Kunnen ze reizen vannacht. Hebben we morgen super verse croissantjes. Van een bekroep is drie. Kan het niet meer. Ik ben hier ruim 21 jaar weg. Ik spreek geen Limburg meer, jongens. Nooit echt gedaan ook. Krijg je met twee Hollanders, hè, als ouders. Ze dus werd altijd al uitgescholden voor Hollander. Maar goed. We hebben kruisbeste schuimvlij vandaag. Voor Tommy's verjaardag. Die is vandaag 2 geworden. En dus lekkere verse croissantjes erbij voor morgen. Kijk, jongens. Dit is de kruisbeste schuimvlij. Die zou zogenaamd niet de beste zijn. Dan moet je van diezelfde bakker uit Maastricht hebben. Maar dit is wel zoals ik ermee opgegroeid ben. Dus gewoon kruisbeste schuimvlij. Met de merengue erop, hè, is het eigenlijk. Zo lekker. Beetje dat zoet met zuur. Die gekke Maastricht stoppen er dan nog slagroom tussen. Dat snap ik dus niet. Wordt het allemaal mushy-mushy van één grote brei. Veel te zoet. Terwijl nou juist dat contrast van dat zuur, maar dat zoet er zo lekker is. Weet je, als een beetje citroenmerengue taartje. Zo. Ik had Tommy net even een hertenschouderblad gegeven, maar ik mocht van hem niet weggeloven. Dus nu heeft hij bij het raam gestaan. Hij is er nu weer lekker op aan het kouwen. Ben je jarig, Tommy? Tommy, ben je 2 geworden? Heb je een lekker botje gekregen voor je verjaardag? Oké, ik laat je wel even met rust, ja? Ja, goed zo. Eet maar lekker je botje. De humor dit. Ik ben even boven koffie aan het halen. We zitten namelijk buiten in het zonnetje te werken. Op stoeltjes. Laat ik zo wel even zien. Maar er belde dus net een klant van mij terug. Ik dacht, ja, dank voor je memo. Maar die wil ik dus gebruiken voor een klant van ons. En het is zo in normaal Nederlands opgeschreven. En daar ben ik dus niet gewend van juristen. Ik ben toch bang dat als ik het zo naar mijn klant stuur, dat ze me niet serieus nemen. Dus of het niet gewoon allemaal even wat lastiger, wat formeler en wat zakelijker kon in plaats van zo toegankelijk. Want zo was het toch eigenlijk niet helemaal voor hem te gebruiken. Excuse. Is goed, hè? Als jij het wolliger wil en formeler wil, gaan we dat doen. Sorry, maar de meeste mensen zuren me er juist in. Omdat ik het allemaal zo toegankelijk schrijf. En zo begrijpelijk is. Juist niet zo wolken, niet zo formeel. Maar gewoon heel praktisch. En wat is het nou? Wat kun je er nou mee? In plaats van... Het is een aanvaardbaar risico. Maar ja, wat is dan een aanvaardbaar risico? Jongens, dan moet je lekker zelf weten of je dit aanvaardbaar vindt. Kunnen we het dan over hebben als je dat wil bespreken. Maar ik probeer het juist wat praktischer te houden. Joh, kan het wel, kan het niet. Het kan wel, maar let wel even hier en hier op. Ik wil dus ook meteen weten wat je doel ergens van is. Zodat we op basis daarvan kunnen bepalen of je het een aanvaardbaar risico vindt. Omdat ik eigenlijk van tevoren aan je vraag hoeveel risico je wil nemen. Nou ja, goed. Oh, prachtig.
Ik vraag wel even of Tommy me helpt. Die is zelf ook lekker wollig. Zeg Tommy, ik moet even iets wolligs schrijven. Ga jij me daarbij helpen? Ja? Even dat wat wollig maken? Ja? Oké, fijn. Goeie legal assistant ben je. Bij Villa Verde in Bunde. Zit er alweer op. We zijn wel heel even koffie gaan halen bij Blanche Daal, want we hadden daar lekker bourbon koffie gekocht. En die beviel ons eigenlijk wel goed. Dus we zijn nog even een kilootje bij gaan halen voor thuis. En nu lopen we door de Hondstraat en gaan we nog even naar een tent waarvan ik eigenlijk niet weet hoe die heet. Maar en koffie staat erbij. En dan gaan we daar ook even koffie halen. Dat hadden de eigenaren van Villa Verde ook aangeraden. En we hebben net ook nog even bij Charlie koffie gedronken. Waar hond Jeannette ook zit. We hebben dus ook Jeannette als logo. Ze doen nog even een koffietoertje door Zuid-Limburg voordat we naar huis gaan. En ja, trouwens doen we meteen ook nog even kruisbes en schuimvlaai ophalen die we besteld hebben in Geleen, want we waren het eigenlijk te laat. Dus we moeten nog even doorrijden zo meteen. Maar dus uit stappen ophalen en weer doorgaan. Hand in hand, building castles out of sand. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond. Goedemorgen lieve kijkbuiskinderen. Het is natuurlijk weer maandag. Hoe kan het ook anders? Midweekje Bunde geweest. Afgelopen weekend vooral met hondje gewandeld. En thuis gezeten. Een klein beetje aan het werk geweest nog. Toch een beetje voor te bereiden dan op de rest van de week. Hè? Zoals dat dan werkt. Dus nu weer lekker op kantoor. En ik heb het boek niet afgekregen. Ik moet wel zeggen dat ik een beetje... ik heb niet zo goed weet wat ik nu van Zuid-Limburg vind, zou ik maar zeggen. Ik zit daar gewoon heel erg met een dubbel gevoel in. Met de ene kant mijn ratio en de andere kant toch een beetje dat gevoel van 20 jaar geleden. En ik heb de telefoon weer. Nou, dat was een dropshipper die me eerder ook al had gebeld. Dat was een advocaat die hem naar mij toe had doorgestuurd. Want die advocaat was veel te duur om hem te helpen. Dat was het allemaal niet waard. Dat ik denk, ja, pik, als in advocaat pik. Ik weet niet hoe jij denkt. Dat ik gratis werk of zo. Echt, als je geen toga draagt, denk ik de advocaten heel vaak dat je opeens minder waard bent. Uitzonderingen daar gelaten. Er zijn advocaten die natuurlijk wel begrijpen hoe het werkt. Maar echt niet allemaal. Goed, ik ben gewoon lekker aan het mailen en offertes aan het maken. En lekkere oploskoffiedag woensdag. Zit goed vol. Nou ja, genoeg te doen maar weer. En nu is er even tijd voor koffie. Dus ik dank je voor het kijken. Vergeet je vooral niet te abonneren en even op belletje te klikken. En dan zie ik je heel graag weer aanstaande dinsdag voor een nieuwe juridisch inhoudelijke video. En aanstaande vrijdag voor een nieuwe vlog. Bye bye.